In deze video zie je tien belangrijke trends die de komende jaren een grote rol spelen bij het ontwikkelen van medewerkers. De wereld verandert sneller dan ooit. En dus is jezelf ontwikkelen en blijven leren belangrijker dan ooit. Het nieuwe leren is een term die na het nieuwe werken steeds vaker opduikt. Leren wat je wilt, waar je wilt en hoe je wilt. Trends in leren en ontwikkelen volgen elkaar daardoor snel op. Ik neem de tien belangrijkste nu met je door. De eerste trend is afwisseling, snelheid en beeldcultuur. Een jongen van 15 kijkt tegenwoordig tv en chat tegelijkertijd op internet met vrienden, terwijl hij ook zijn huiswerk maakt. Beelden lijken voor deze generatie meer te spreken dan tekst. Ze raken steeds meer gewend aan elkaar snel opvolgende prikkels. Het leren zal zich hierin moeten meebewegen. Als professional zal je dus meer moeten boeien door een afwisseling van beeld, geluid, film en spel. Permanent leren is een tweede trend. In de jaren 80 werd de stap gemaakt van trainen op een externe locatie naar leren op de werkplek. Nu zie je een beweging naar lerend werken, lifelong learning. Door de snel veranderende eisen die aan werknemers worden gesteld, is het blijven leren voor een werknemer noodzakelijk geworden. Er zal een lange termijn opleidingsplan moeten liggen, waardoor er een constante aandacht voor leren is in plaats van losse en onsamenhangende leeractiviteiten. Het belang van informeel leren is de derde trend. Het belang van informeel leren zie je terug in de 70-20-10-regel. 70%, regel. 70 is informeel leren op het werk, 20% is leren via coaching en feedback, en 10% is leren via formele opleidingen en trainingen. Charles Jennings heeft deze regel met succes geïntroduceerd. Hij benadrukt het belang voor organisaties om het informele leren, de 70%, mogelijk te maken voor medewerkers. Je kan je voorstellen dat bij HR-teams en management er meer aandacht moet komen voor begeleiden van medewerkers in informeel leren. De vierde trend is zelfreflectie en zelfsturing. De aandacht voor de medewerker als mens neemt toe. Er is meer focus op zelfreflectie en zelfsturing. Deze zaken zijn cruciaal om goed te functioneren in een snel veranderende wereld. Zelfreflectie en dus ook het goed omgaan met feedback zou een competentie moeten zijn van iedere medewerker om continu te blijven leren. Een voorbeeld van zelfsturing is assertiviteit. Medewerkers wachten niet meer af tot zij als high potential worden uitverkoren. Zij melden zich vrijwillig aan voor opleidingen om hun talent aan te tonen. E-learning is een belangrijke vijfde trend. E-learning heeft inmiddels binnen de meeste grote bedrijven een vaste plek gekregen bij de ontwikkeling van medewerkers. E-learning wordt vooral ingezet bij het opleiden van grote groepen of van medewerkers die ver van elkaar verspreid werken. De kosten voor trainers, lokale en studiemateriaal is beperkt. De uitdaging voor de toekomst is om e-learning echt didactisch goed in elkaar te zetten. Het moet geen aaneenschakeling zijn van PDF's die gedownload kunnen worden of van docenten die uit een boek voorlezen. Een vorm van online leren die sterk in opkomst is, zijn de Massive Open Online Courses. Deze MOOCs zijn online cursussen en opleidingen die wereldwijd vaak gratis aangeboden worden. Daarnaast zal social media steeds meer haar intrede doen in leertrajecten. Het gebruik van Twitter als hulpmiddel bij kennis delen is hier een voorbeeld van. De visie van opleidingskundigen is dat de combinatie van e-learning en klassicaal leren de beste combinatie is. Dit noemen we blended learning. Trend nummer 6 in leren is certificering. De arbeidsmarkt wordt krapper en er is meer economische onzekerheid. Daardoor worden certificaten nog belangrijker. Met de komst van het Bachelor-Mastersysteem in Nederland hebben veel diploma's ook buiten Nederland waarde gekregen. Ook de opkomst van EVC, erkenning verworven competenties, past in dit plaatje. Een andere vorm van erkenning zijn de PE, Permanente educatiepunten. Kortere trajecten is trend nummer 7. Er is een grotere vraag naar kortere trainingen en cursussen. Vaak gaat het om bijspijkeren van kennis of duidelijke deelvragen, zoals het maken van een budget of omgaan met social media. Dit lijkt in contrast met de vraag naar geaccrediteerde opleidingen. Een achtste trend is van vakgestuurd naar verandergestuurd. De vraag naar trainingen over omgaan met veranderingen stijgt enorm. Opleidingen over nieuwe vormen van leiderschap, nieuwe arbeidsrelaties en duurzaamheid liggen daarom goed in de markt. Het betekent dat leren niet meer zozeer vakgericht gezien moet worden, maar eerder veranderingsgericht. Hoe kan ik in het werk en in organisaties mezelf al lerend goed aanpassen? Trend nummer 9 is talentmanagement. Tien jaar geleden werd er geleerd en opgeleid ten dienste van een organisatie. Iemand moet voldoen aan het profiel van een bepaalde functie. Nu is leren en opleiden veel meer gericht op het individu. Je wordt gevraagd naar je passies en talenten. Je kan het omschrijven als een verandering van competentiemanagement naar talentmanagement. Het gaat nu om het uitbouwen van wat je al hebt in plaats van het wegwerken van tekortkomingen. Er is nu meer aandacht voor beleving en innerlijke motivatie van medewerkers. Als tiende en laatste punt, de return on investment, ook wel leerrendement genoemd. Er is een groeiend besef dat resultaten van leertrajecten steeds belangrijker worden. Het is niet meer opleiden om het opleiden, omdat er nu eenmaal budget voor is. Er wordt echt gekeken naar wat nuttig is en het liefst moet dit meetbaar gemaakt worden in opbrengst. Je moet dus antwoord hebben op de vraag. Wat heeft een opleiding of training bijgedragen aan het bedrijfsresultaat of persoonlijk functioneren van een medewerker? Medewerkers vragen ook zelf steeds vaker om openheid over leerresultaten. Denk aan de criteria voor het eigen functioneren en hun eigen carrière mogelijkheden. Nu je deze video hebt bekeken, ken je de 10 trends die de komende jaren een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van medewerkers. Zorg ook dat je jezelf up-to-date houdt op het gebied van learning and development. Er is online genoeg over te vinden.